een zonnebrilletje op. Niet heel erg onpersoonlijk bedoeld, maar ik kan niet verwachten dat we zulke zonnige in Nederland zouden zien. Welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren. Ram gelijk even op die abonneerknop. En welkom aan boord van de BMW M850i in een Kermit de Kikker groene uitvoering met gouden wielen. Hele bijzondere combinatie, maar een heel gaaf ding. Deze auto is onder andere model voor de autoblog Automotive Fotografie Workshop van vandaag. Die wordt gehouden bij Porsche Centrum Gelderland. Het is ongeveer een half uurtje rijden en dan zijn we er. Ik heb een bakje koffie er lekker bij. Het zonnetje schijnt. We gaan er een mooie dag van maken. Dat is geen verkeerde setting zo. Ik ben inmiddels aangekomen bij Porsche Centrum Gelderland. In de Kermit kikkergroene BMW. Kasper van Autoblog, presentator en ook fotograaf, die heeft een hele mooie 718 hier neergezet. En we hebben een hele gave soort van vintage tankstationnetje. Dat maakt in ieder geval heel erg leuk om te fotograferen. We gaan hier straks lekker statisch aan de gang. Kasper is trouwens ook degene die dit allemaal georganiseerd heeft en mij gevraagd heeft om hierbij te zijn. Dus dankjewel. De oproep werd gedaan via de website van Autoblog. Konden mensen zich opgeven. Was binnen mum van tijd uitverkocht. Dus dat was heel erg leuk om te horen. Dan gaan we binnen eerst even iedereen welkom heten en vertellen wat we onder andere gaan doen. En vanmiddag gaan we dan dynamisch fotograferen. En deze ochtend doen we namelijk even statisch hieronder. Gewoon een hele leuke dag. Hoeveelste keer is dit? Volgens mij is het nu de derde of vierde keer dat we de workshop geven. Ja. Was het altijd zo snel uitverkocht? Nee, we moeten het vaker doen. We moeten echt vaker doen. Wat misschien niet heel veel mensen weten, los van dat jij videoface bent van Autoblog, is dat je eigenlijk van origine fotograaf bent. Ja. Eigenlijk ben ik ooit daar terechtgekomen bij Autoblog, omdat ik iets met foto's wilde doen met auto's. En toen zei ze, ja dat is goed, ik ga maar stukjes schrijven en video's presenteren. Ja, ik mag gewoon met auto spelen de hele dag. Dat is het voordeel. Ik wou het zeggen, want nu ook jij inmiddels, ik 12 jaar nu als fotograaf. En jij volgens mij, we kennen elkaar bijna al 8 jaar. Ja, ik denk ongeveer net zo lang als fotograaf bezig ben. Ja, ja, een jaar of 12 ook denk ik. Ja. Ga lekker beginnen. Kom. Ga je mee? Mag dat? Maar wel. Liedje. Ik ben even benieuwd, wat is jouw favoriete lens om auto's te fotograferen? Oh, wacht even, er komt daar een... Spullekes. Zo dan. Nice. Ja, die was ook leuk. Favoriete lens om auto's te fotograferen? Eentje moet je er kiezen. Boah. Ja, shit. Eentje? Eentje. Ja, maar weet je wat het is? Ik vind het heel fijn om met vaste brandpunten te werken. Alleen dat is niet divers genoeg als ik er maar één mag kiezen. Ik ben redelijk fan van de 2470 van Canon op dit moment. De F4. Dat vind ik echt een hele fijne lens. Ook omdat hij een macro-standje ingebouwd heeft. En daardoor kan je hem... kan je dus ook heel lekker even wat details in het interieur of zo. Kan je gewoon even echt mooi doen. In plaats van dat je dan toch net te ver weg zit. Ja. Daar ben ik het eigenlijk inderdaad wel helemaal mee eens. 2470. Ja. Juist inderdaad omdat je mooi wijd, maar toch ook weer heel erg fijn kan inzoomen. Ja. Dus als je inderdaad maar eentje moest kiezen... 2470. Dat ding. Ja, het is super georganiseerd. Van de broodjes natuurlijk tot de koffie. Maar daarnaast de theoretische uitleg is ook heel erg to the point. En heel erg duidelijk en heel erg bruikbaar. En dat je het hier ook direct kunt toepassen is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Ja, de dag is super leuk. De mix van theorie en praktijk is super leuk. Ik denk het is allemaal super leuk geregeld. Leuke locatie, goed eten. Ja, alles bij elkaar is echt een topdag. Je leert wat over fotografie en wat over auto's. En ik moet zeggen, vooral dit bewegende, dat is wel erg gaaf. En het is echt een leerzame dag, echt een hele leuke dag, zeker. Was hem alweer. Was hem alweer, hè. Gaat dan weer snel vandaag. Gaat heel snel. Ik heb zelf ook iets minder gevlogd dan ik zou willen. Maar ja, we stonden samen aardig... wat les te geven toch wel. Ja, toch mensen nog wat geleerd vandaag. Ja, ik had haast me voorstellen van ons twee. Ja, ik vond het tof. Hè? Ik vond het leuk om te zien. Het zijn toch echt mensen die aan het begin van de dag echt lopen te handen met een camera. En aan het einde van de dag gewoon gaaf dingen maken. Creatief bezig zijn ook. Moeten we dit vaker doen?
Tuurlijk moeten we het vaker doen. Ja, als er nog genoeg reacties maar komen, dan gaan we er binnenkort nog eentje plannen. Gewoon nog eentje. Ja hoor. Wel jongen. Ja, bedankt. Dat was het weer voor deze video. Ram nog even op die abonneerknop. En ik vond het echt waanzinnig leuk om het, dit vandaag hier te doen. Het was een beetje frisjes alsnog. Ik ga ook zo meteen de auto in. En dan weer lekker in die dikke BMW. Dikke BMW! Niet te veel memes maken nu. Er zaten zelfs kijkers van dit YouTube-kanaal in de zaal. En dat deed me echt heel erg een groot plezier. Om in ieder geval mijn kennis niet alleen via dit YouTube-kanaal te verspreiden. Maar dan ook nog eens een keer mensen te ontmoeten die al video's gezien hebben. Dus ik ga er zeker mee door. Hartstikke bedankt voor het kijken. Wederom, ram even op die abonneerknop alsjeblieft. En heel graag weer tot de volgende video. Doei!